Breda Nu. Je weet het meteen. Komende zondagmiddag speelt Harmonieorkest Amon Musee samen met Sophia's Vereniging uit Loon op Zand een Brits-Amerikaans programma in het Chassé Theater. Het belooft een bijzondere middag te worden. Nou, het bijzondere aan dat concert zijn eigenlijk twee dingen. Het concert heeft een fantastisch thema, Britain Meets USA. Dat wil zeggen, voor de pauze is er een Engels programma en na de pauze een Amerikaans programma. En die muziek wordt gespeeld door twee top blaasorkesten. De naam heb ik net al even genoemd. Het orkest uit Prinsenbeek is een hele goede subtopper in Nederland. In de klasse van de amateurorkesten, zeg maar. En het orkest uit Loon op Zand is echt een van de toporkesten, echt wel de top drie van Nederland. Er spelen veel professionals in, conservatoriumstudenten. En de mensen mogen dat eigenlijk niet missen. Ieder serieuze muziekliefhebber die moet er zijn zondagmiddag in het Chassé Theater. Ja, prachtige melodieën, maar ik denk dat de rest van het repertoire ook zeer aangenaam is. Zowel voor publiek dat van klassieke muziek houdt, als van mensen die daar misschien wel minder bekend mee zijn. Onze harmonie is van goede kwaliteit en ook Sophia's Vereniging is van heel goede kwaliteit. Dus dat gaat nog wat beloven. Het stuk wat we eigenlijk nu mee bezig zijn, ja, dat is echt, wordt wel spannend voor ons. Maar het lijkt me ook wel heel gaaf om met zo'n koper ensemble echt te gaan knallen tussendoor. Dus dat vind ik ook heel gaaf. In het Engelse programma wordt onder andere een deel uit The Planets van Gustav Holst gespeeld. In de wereld van de klassieke muziek een wereldberoemd werk. Het deel Jupiter spelen we daaruit. Jupiter, the bringer of jollity, de brenger van vreugde. En ook een speciaal werk voor koperensemble en groot harmonieorkest van Gordon Jacob. En een van de uitsmijters is wel de soundtrack van een aantal soundtracks, moet ik zeggen, van een aantal James Bond films, gecomponeerd door John Barry. En na de pauze is er een nieuwe symfonie voor blaasorkest van een moderne Amerikaanse componist, David Maslanka. En een aantal delen uit de wereldberoemde musical West Side Story van Leonard Bernstein. En er zijn plannen om in 2017 weer eens een flinke concertreis te maken. Het idee is om naar Italië te gaan. De tijd zal leren of dat ook haalbaar is. Maar dat is inderdaad de bedoeling, ja. Dus daar kijken we heel erg naar uit met z'n allen. Wellicht Verona of zo, maar dat is allemaal nog erg prematuur. De eerste stappen zijn gezet en we moeten kijken of het allemaal gaat lukken.